Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Beste broeders, beste zusters. De afgelopen dagen, de afgelopen, wat zal het zijn, 2 weken ongeveer, is er heel veel berichten geweest rondom de bekering van Joram van Klaveren. Alhamdulillah. Joram was vroeger bij de PVV en is inmiddels bekeerd naar de islam. En wat me opviel was dat daar gelijk heel veel aandacht voor is geweest. Logisch, dat kan je verwachten. In de media, dat er veel reactie ook is geweest binnen de islamitische gemeenschap. Allemaal mensen die dingen online hebben gedeeld. En daar is van alles gezegd. Ook heel veel zinnige dingen natuurlijk, mashallah. Maar wat mij opviel, was dat er een kant van het verhaal is die ik niet heb gehoord. En die ik wel graag dan vandaag met jullie zou willen delen om jullie en mijzelf daaraan te herinneren. Op het moment dat het duidelijk werd dat Joram van Klaveren moslim was geworden, was iedereen helemaal blij, hè? Binnen onze gemeenschap. Hè? Groot feest, mashallah, Allahu Akbar, et cetera. En dat begrijp ik wel. Op het moment dat iemand, en zeker iemand zoals hij, bekeert, hè, dus met zijn achtergrond, dan zie je dat daar een enorm positieve reactie over komt. En dat heel veel mensen daar blij mee zijn en dat het ze, zeg maar, allerlei positieve emoties geeft ten opzichte van zichzelf, hè? Gewoon dat ze gewoon blij zijn. Ten opzichte van de islam natuurlijk, dat je blij bent voor de persoon in kwestie. Er is echter wel een punt wat ik heb gemist, waarvan ik denk dat het belangrijk is voor ons als moslims om ons daarvan bewust te zijn. Beste broeders en zusters, Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran, in Surah An-Nur, Surah 24, in Ayah 35, dat is het vers, zeg maar, wat ook wel heel vaak wordt aangeduid als het vers waarin Allah subhanahu wa ta'ala een omschrijving geeft van zijn licht. Hè? Dus dat is het licht op licht vers ook. In dat vers, aan het einde van dat vers, zegt Allah subhanahu wa ta'ala iets wat je zou kunnen vertalen als Allah leidt naar zijn licht wie hij wil. En er zijn meerdere punten in de Koran waarin we die tekst tegenkomen. Allah leidt naar zijn licht wie hij wil. En meestal als mensen dat lezen, mashallah, is een mooie tekst. Allah leidt naar zijn licht wie hij wil. Maar we moeten ons een aantal zaken daar wel over realiseren. 1 is dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt niet dat hij naar zijn licht leidt wie wij willen. Dus op het moment dat een deel van jouw vrienden, op het moment dat misschien ook, hè, zeker als je bekeerd bent, een deel van jouw familie niet de islam aanhangt, dan zou je heel graag willen dat deze mensen ook hidayah ontvangen van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar dat is niet hoe het werkt. Allah leidt niet naar zijn licht wie wij willen. Natuurlijk, we maken smeekbeden en ik zeg niet dat dat geen impact heeft, maar het is niet iets dat uiteindelijk in onze handen is. Het is in de handen van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus het kan ook soms ook zijn dat wij willen dat iemand leiding zou krijgen en dat Allah subhanahu wa ta'ala anders beslist. Aan de andere kant, en dat is misschien nog wel een belangrijkere, is dat het dus ook betekent dat de leiding die wij zelf hebben afkomstig is van Allah subhanahu wa ta'ala. Kijk, op het moment dat Allah zegt dat Allah leidt naar zijn licht wie hij wil, dan is het de leiding naar het licht. Maar als je kijkt naar de bekering van Joram van Klaveren, dan zie je, en hij heeft dat zelf in een aantal interviews aangegeven, vandaar dat ik dat nu ook kan herhalen, dat Joram van Klaveren een aantal keer heeft aangegeven dat hij zelf eigenlijk helemaal niet moslim wilde worden. Hij wilde geen hidayah. Dit is iemand die bij de PVV zat, die bezig was met een boek tegen de islam. En dit is iemand die zelf geen hidayah wilde, niet zocht. Hij had geen smeekbeden gedaan, hij wilde geen hidayah en toch kreeg hij het van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat zelfs tegen zijn wil in is hij uiteindelijk moslim geworden vanwege de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Op het moment dat je dat realiseert, dan kan het zijn dat er misschien een bepaalde tekst bij je naar boven komt die wij terugvinden in Sahih Muslim. En in Sahih Muslim lezen wij een tekst waarin de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd wat zou kunnen worden vertaald als Allah subhanahu wa ta'ala is degene waarvan, zeg maar, de harten van de kinderen van Adam, en dat zijn wij allemaal, dat de harten van de kinderen van Adam zich bevindt tussen 2 van de vingers van de vingers van Allah subhanahu wa ta'ala. En dat Allah subhanahu wa ta'ala in staat is om deze harten te draaien. En wat hier heel vaak mee wordt, hoe dit wordt uitgelegd, is dat Allah subhanahu wa ta'ala in staat is om jouw hart te draaien naar hidayah, maar natuurlijk ook van hidayah af. Dus je ziet hier dat bij deze specifieke persoon alles erop op lijkt dat deze persoon zelf geen moslim wilde worden, maar dat Allah subhanahu wa ta'ala zijn hart heeft gedraaid. Omdat Allah subhanahu wa ta'ala is de almachtige, als Allah subhanahu wa ta'ala het wil, dan zal het op die manier gebeuren. Nou zijn we allemaal helemaal blij, maar tegelijkertijd zou een van de emoties die wij dus moeten krijgen ook taqwa moeten zijn. Omdat
Als Joram van Klaveren geen hidayah wilde, maar Allah subhanahu wa ta'ala wilde hem wel hidayah geven, dan zie je dat zelfs tegen de wil van de persoon in deze persoon moslim kan worden. En dit is de kracht van Allah subhanahu wa ta'ala. Zelfs iemand die tegen de islam strijdt, die zelfs bezig is met op dat moment een strijd tegen de islam, dat Allah subhanahu wa ta'ala zelfs die strijd kon gebruiken om iemand te bekeren. Wie zijn wij om te denken dat het feit dat wij als moslims op dit moment hidayah krijgen, dat dat gegarandeerd is? Wie zijn wij als moslims om te denken dat het feit dat wij moslim zijn en moslim blijven in onze eigen hand is? Dit is niet in onze eigen hand. Jij en ik zijn moslim vanwege de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. En als Allah in staat is om zo'n tegenstander van de islam uiteindelijk moslim te kunnen laten worden, dan betekent dat dat Allah subhanahu wa ta'ala natuurlijk ook in staat is om iemand die op dit moment moslim is, eventueel zeg maar, zou kunnen te doen laten dwalen, doordat het hart weer wordt gekeerd voordat deze persoon komt te overlijden. Dus het is enorm belangrijk voor ons om ons te realiseren dat het feit dat wij zelf moslim zijn, dat wij dat niet voor lief nemen. Dat wij niet denken van, oh, dit is gewoon iets, dat hoort er gewoon bij, klaar, zo is het nu eenmaal. Nee. Dit is een variabele, dit is geen voldongen feit. En Allah subhanahu wa ta'ala, tussen zijn vingers bevinden zich de harten van de kinderen van Adam. En dat zijn niet alleen de niet-moslims die moslim kunnen worden, maar ook de andere kant op. En in de overlevering waarin de profeet sallallahu alaihi wasallam hierover sprak, zie je ook dat de profeet sallallahu alaihi wasallam een smeekbede deed, waarin hij zei, Zeg maar degene die in staat is om de harten te draaien, draai onze harten naar uw obedience, naar uw, dat wij gehoorzamen naar u. De vertaling doe ik nu on the spot, dus pin me daar niet aan vast, maar je begrijpt het punt. De profeet, sallallahu alaihi wasallam, deed smeekbeden naar Allah subhanahu wa ta'ala dat hij zeg maar op hidayah bleef. Nu, ik denk dat over de profeet sallallahu alaihi wasallam zelf natuurlijk, wat we heel vaak zien bij dit soort smeekbeders, is dat zij natuurlijk ook een voorbeeld zijn voor ons als de moslimgemeenschap. Dus het is niet zo dat we nu gelijk zeggen dat er een kans is dat de profeet sallallahu alaihi wasallam van hidayah af zou kunnen gaan, maar dat dit een smeekbede is die dus ons is geleerd door de profeet sallallahu alaihi wasallam, dat wij deze smeekbeden moeten verrichten. Dus op het moment dat wij zo geconfronteerd worden met het feit dat Allah subhanahu wa ta'ala iemand zijn hart draait, dat iemand die zo tegen de islam was, uiteindelijk zijn hart gedraaid kan worden en zo uiteindelijk in de islamitische gemeenschap terecht kan komen, dienen wij dus gelijk helemaal doordrongen te zijn van het feit hoe sterk en hoe krachtig de wil is van Allah subhanahu wa ta'ala daar waar het gaat om hidayah. En moeten wij dus zelf ons ook bewust zijn dat dat ook kan betekenen dat het feit dat wij zelf moslim zijn en dat wij hopen als moslims te sterven ooit, dat dus niet gegarandeerd is, maar dat dat net zo goed in de handen is van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus ik vraag aan Allah subhanahu wa ta'ala voor mijzelf en voor jullie, mogen Allah subhanahu wa ta'ala diegene tussen wiens vingers de harten van de kinderen van Adam zijn, mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons blijven voorzien van leiding, mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons blijven voorzien van zijn barmhartigheid, mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons blijven voorzien van kennis, mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons blijven voorzien van hidayah, zodat wij niet alleen nu leven, maar uiteindelijk ook zullen sterven op de weg van de islam. En nogmaals, dit is dus ook een gedachte die we horen te hebben op het moment dat we zo'n bekeringsverhaal horen. Natuurlijk, alle blijdschap is goed, maar tegelijkertijd, het zou ook onze taqwa moeten doen vermeerderen en het besef hoe sterk wij afhankelijk zijn van Allah subhanahu wa ta'ala voor het verkrijgen van hidayah. Dit is een kleine gedachte en een kleine herinnering die ik graag met jullie zou willen delen en met mijzelf dus ook. Bedankt voor het kijken. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons blijven voorzien van leiding, zoals ik al zei. Amin, amin, amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.